Er is een boek verschenen over de aanpak van de Jets Foundation. Deze stichting helpt kwetsbare jongeren in hun vorming, zodat zij een volwaardige rol in de maatschappij kunnen vervullen. Jets biedt jongeren een nieuwe en veilige omgeving waarin samen gebasketbald wordt, samen wordt gegeten en samen huiswerk wordt gemaakt. In het boek Gedragsverandering vanuit kwetsbaarheid delen de jongeren en hun coaches hun verhalen, waardoor je meer komt te weten over de aanpak van de Jets Foundation. De verhalen bieden leidinggevenden en managers een aantal belangrijke lessen en inzichten over leiderschap en gedragsverandering in organisaties. En aan tafel inmiddels aangeschoven Peter Ottens, directeur van de Jets Foundation. Ook aan tafel, maar daar gaan we het straks over hebben. Michelle van Gerven, jij bent van het Schiedams Filmhuis eigenlijk en van Wenneke Cinema. Daar gaan we straks ook over praten. Jullie hebben wel iets gemeenschappelijk met elkaar. Ja, daar kwamen begrepen we net achter eigenlijk. Ja, jullie hebben allebei een basketbalhistorie. Zeker. Ja. Allebei bij Juventus gespeeld toen we een stuk jonger nog waren. Ja. Nog steeds heel jong natuurlijk. Ja. En ook allebei een studie in Amerika en in Canada gedaan. Ja, ja. Nee. Dus, ja, heel bijzonder. Ja. Even terug. Jullie hebben vorige week hadden we jouw collega hier te gast. Klopt. Die vertelde over de Jets Foundation. Ja. Nog even voor de mensen die dat niet weten of die dat gemist hebben. Ja. Kun je nog eens een keer kort en bondig uitleggen van waar jullie voor staan? Zeker. Met Jets Foundation staan we eigenlijk voor kwetsbare jongeren die opgroeien in aandachtswijken. En er zijn er best wel wat van hier in de regio waar het ook ontbreekt aan positieve rolmodellen. En wij proberen eigenlijk dat gat van die rolmodellen op te vullen met onze coaches. En dat doen we door middel van sport, met basketbalteams. Maar ook door middel van wat we noemen youth coaches, 1-op-1 begeleiding. Op scholen. Ja, stel je voor, je bent al van jongs af aan fanatiek basketballer. Ja. Lukt dit ook met voetbal? Of lukt dit ook met hockey? Of lukt dit ook met rugby? Zeker, het lukt ook wel met een aantal andere sporten. Vooral omdat basketbal mijn passie is, hebben we gekozen voor basketbal als middel. Maar basketbal is ook wel een perfect middel voor dit doel. Omdat basketbal al de cultuur van de sport brengt al heel veel discipline met zich mee. Het komt heel erg terug in de sport. Maar meer dan rugby, meer dan voetbal, meer dan hockey? Meer dan voetbal, durf ik wel te zeggen. Als ik soms langs voetbalvelden loop, de manier hoe met elkaar wordt gecommuniceerd. Zowel de non-verbale als de verbale communicatie. Dat gaat toch wel eens verder dan de norm en waarde die we in de maatschappij hebben. Ik zie jouw knikje, Michelle. Het zijn andere mensen die op basketbal gaan? Ja, ja. Wat voor type is dat dan? Ja, volgens mij best wel relaxed, maar inderdaad wel gewoon heel veel respect voor elkaar hebbend. Het is ook heel een diverse sport, want ja, van alle verschillende zeker culturen zit bij elkaar zeker gevormd. En ik heb het altijd heel erg leuk gehad daar. Leuker dan dat ik bij mijn broertje zag op de voetbal. Dus. Ja, maar jij doet niet meer aan basketbal? Nee, helaas niet meer. Want jij hebt het tot je 18e gedaan ongeveer? Ja, ja, toen ben ik nog even teruggekomen. Maar nu door blessures gaat het helaas niet meer. Dus dat is jammer. Oké. Okay. Terug even naar jou, Peter. Ja. Jullie hebben een boek geschreven. Ja. Gedragsverandering vanuit kwetsbaarheid. Het veranderverhaal van de jongeren van Jets. En dat schrijf je eigenlijk voor leidinggevenden, voor managers, van joh, jullie kunnen hier ook je voordeel mee doen. Nou ben ik in het dagelijks leven, buiten deze vrijwilligersbaan, ook leidinggevende. Mm-hmm. Wat kan ik leren uit dit boek? Ik heb het al voor een deel gelezen, maar Tof. Ik hoor het graag van jou. Ja, nou ik denk, we hebben natuurlijk de verhalen van onze jongeren, die hebben we gebruikt als metafoor eigenlijk voor lessen voor leidinggevenden. En de belangrijkste les denk ik wel die we daaruit hebben kunnen halen, is dat we hebben gezien bij de jongeren dat zij ook vanuit verschillende kanten veranderdoelen naar hun hoofd krijgen gegooid. Van je moet dit, je moet harder werken, je moet meer discipline hebben, je moet meer praten met mensen. Maar niemand die je eigenlijk leert hoe je dat moet doen. En ik denk wat het verschil wat wij bij Jets Foundation anders doen, is dat we niet alleen veranderdoelen geven, maar een context creëren waarin je wordt uitgenodigd om te veranderen. En we laten het je eigenlijk ervaren. En wat leidinggevenden daarvan kunnen leren, of hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen, is dat je zelf ook als leidinggever die context creëert. En het belangrijkste daarvan is dat je voorgaat, vandaar ook de titel, in kwetsbaarheid. Van zelf laten zien, waar struggle je zelf mee, waar heb je zelf mee te maken, wat vind je zelf spannend. En dan doe je eigenlijk een beetje je masker af en laat je jezelf zien. En nodig je anderen uit om ook zichzelf te zijn. En dan creëer je veel meer een veilige omgeving. Ja, nou moet ik toegeven dat het afgelopen anderhalf jaar dat ik het leidinggevende lastig vond, omdat ik heel veel digitaal moest doen. Normaal gesproken hadden we een gesprek zoals dit of ging je naar je werk. Ja. En dat vond ik wel een ingewikkeld verhaal. Hebben jullie daar ook over nagedacht hoe je dat, nou hopelijk nu de maatregelen gaan versoepelen, maar
Wie weet, moet het toch een beetje 50-50 of hybride gaan worden. Ja. Hoe je met dat aspect omgaat. Hè? Dus het niet meer fysiek van elkaar zien en ontmoeten. Ik bedoel, basketballen via teams is een beetje lastig. Ja. Nou ja, sowieso, de coronamaatregelen hebben alles veel moeilijker gemaakt. Dat zien we ook bij Jets terug in een manier. Kijk, normaal, die basketbalteams van ons zijn echt een familie. Dat ervaren al die jongeren zelf ook. En nu hebben onze coaches zoveel energie in moeten stoppen om dat ook maar een beetje nog te kunnen laten ervaren. Maar zelfs met het online meeten, wat ik heb gezien bij veel organisaties, die hebben dan voor gekozen van, nou, we hebben een formele vergaderingen, een formele sessies. En daarnaast hebben ze een borrel, zeg maar, nog online om te kunnen zeggen, we hebben ook dat informele stuk. Maar daartussen zijn heel veel gesprekken niet geweest om even in een breakout room met elkaar uiteen te gaan en om te vragen, hoe gaat het nou daadwerkelijk met je? En hoe ervaar jij nou nog veiligheid? Hoe ervaar je nou nog betrokkenheid binnen de organisatie? En, die spannende gesprekken met elkaar aangaan, ja, dat doen wij met onze jongeren. En dan zie je wat het met hen doet. Wat ik lees ook in het boek en wat ik in jullie verhalen ook iedere keer hoor, is dat zo'n rolmodel, zo'n coach ontzettend belangrijk is. Hè? Die jongeren die bij jullie buiten de boot vallen, hebben vaak ontberen een vader. Zeker. Waarom is dat zo belangrijk? Dat vaderfiguur? Ja. Nou ja, juist in wijken hier waar wij opgroeien is dat ontzettend belangrijk. Omdat op een bepaalde leeftijd, als jongeren 12, 13 worden, dan ga je een beetje loskoppelen van het ouderlijk huis. En dan ga je kijken, wie ben ik eigenlijk? Waar kan ik me mee identificeren? En dan ga je dat zoeken niet in huis, dat zoek je buiten de deur. En als je in een wijk opgroeit waar best wel veel negatieve invloeden zijn, dan is het ook wat logischer als je van huis uit niet een sterke baas hebt meegekregen, dat jij negatief laat beïnvloeden en gaat optrekken aan die rolmodellen die met hele andere normen en waarden bezig zijn dan wat eigenlijk nodig is om te kunnen slagen in de samenleving. Dus het is heel belangrijk dat jij in je eigen omgeving een vaderfiguur, een rolmodel of een leider hebt die wel dat juiste voorbeeld geeft, waar je ook naar opkijkt en zegt van ja, dat is eigenlijk de manier waarop ik me ook wil presenteren. Ja, want jij bent hier in de omgeving geboren, hè? Je bent Schiedammer. Klopt, ja, ben Schiedammer. Op de Rembrandtlaan ben je geboren, opgegroeid hier. Ja. Jij had een heel stabiele thuissituatie. Ja, zeker. Daardoor is het jou wel gelukt om onder andere te gaan studeren in Amerika en terug te komen en je eigen bedrijf op te zetten. Ja, zeker. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Kijk, door het basketballen kwam ik ook veel. In Schiedam-Nieuwland was destijds, heb ik ook veel dingen gezien. Wat niet echt passend is, zeg maar. Maar ik kon het wel spiegelen met wat ik van huis uit meekreeg. Dus daardoor kon ik veel makkelijker een keuze maken van, ja, ga ik me hier aan optrekken of hou ik het bij basketballen en ga ik daarna weer rustig naar huis en wel mijn school afmaken, bijvoorbeeld. Ja. Opgroeien in zo'n omgeving betekent niet gelijk dat het misgaat. Maar je hebt wel iets stabiels in je omgeving nodig, waardoor je dat eigenlijk kan spiegelen. Toen jij jong was, laten we zeggen zo'n 15 jaar geleden, en je liep hier rond, zag je iets in de buurt gebeuren. Als je daar nu rondloopt, is het anders geworden? Is het erger geworden? Is het nog zorgelijker geworden? Of valt het mee? Of is het hetzelfde? Nou, vul in. Ja, nou, ik vind het niet per se, ik zeg dat ik het zelf nog zie als ik er doorheen loop, omdat je met andere dingen bezighoudt. Maar als ik kijk bij Jets van deze, wat voor problematiek we tegenkomen, ja, dan ben ik wel bang dat het nog niet per se meer is geworden. Want het is heel lastig als jij niet de juiste voorbeelden hebt gehad, als jij niet een liefdevolle relatie thuis hebt gezien, als jij niet hebt gezien wat het is om hard te werken, om de juiste keuze te maken, dan is het ook lastig om dat later als vader weer aan jouw kinderen door te geven. Dus juist die cirkel moeten we denk ik doorbreken. En dat is wat we met Jets proberen te doen. Ja, Jets staat voor Youth Empowerment Through Sport. Hè? Dus jeugd in een kracht zetten door sport eigenlijk. Ja. Hoeveel jongeren hebben zich inmiddels nu bij jullie gemeld? Met hoeveel jongeren zijn jullie bezig? Ja. Ik denk dat er ongeveer 150 tot 160 jongeren in onze basketbalteam zitten. En dan zijn er ook nog eens 70 tot 80 jongeren die begeleid worden door onze youth coaches. Ja. Dus ik, ongeveer 250. Jullie zijn echt een enorm groot bedrijf. Hè? Met 16 betaalde krachten, met vrijwilligers zit je op zo'n 50 man. Dat is echt een onderneming. Het is zeker een onderneming, ja. Zeker. Ja. Hey, en nou hoor ik ook dat jullie franchise modellen in Ghana en Groningen gaan uitrollen. Allebei met een G, maar volgens mij een wereld van verschil. Dus het ligt best ver uit elkaar. Laten we in Groningen beginnen. Zeker. Nou ja, wat we eigenlijk hebben gezegd, wij willen wel groeien, maar we hebben wel een kwaliteitsambitie. Dus als we groeien, willen we dat op de juiste manier doen. We hebben daarom ook gezegd, als iemand Jets wil uitrollen, onze methodiek, dan moet die ervaring bij ons hebben. Die moet niet alleen de methodiek kunnen uitvoeren zoals het in de handleiding staat, maar die moet ook onze cultuur kunnen hebben, ervaard kunnen hebben. Die moet het snappen en onze filosofie begrijpen. We hebben een collega uit Groningen, die wilde heel graag bij ons stage lopen, heeft dat gedaan, is bij ons 2 jaar komen werken. Maar zijn vriendin wilde niet deze kant op verhuizen, dus gaat hij het nu in Groningen uitrollen. En dat is de reden waarom we voor Groningen hebben gekozen. Niet omdat het lekker ver weg is, maar vooral omdat hij het kent en snapt. Ja, en is dat al begonnen of gaat het beginnen? Het is de bedoeling dat in september gaat starten. En we zitten best wel op de goede weg. Dus daar zijn we heel enthousiast over. En dan de andere G, Ghana?
Ja, Ghana. Voordat ik met Jets begon, had ik een bedrijf waarmee ik workshops gaf, basketballworkshops. Op een gegeven moment kregen we ook de kans om dat in het buitenland te doen. Zijn we heel veel in Afrika geweest. En in Ghana kwamen we op een plek waar we een beetje verliefd op zijn geworden. Daar hebben we destijds, dat is alweer 8 jaar geleden, hebben we geld ingezameld om daar een basketbalveld aan te leggen. Toen ik met Jets begon, was ik misschien heel ambitieus, maar ook een beetje naïef. Dat moet heel groot en internationaal worden. Daar hebben we daar een project op gestart. Later ontdekt dat het niet echt handig was dat we zelf een project in Ghana hebben. Maar wel gezegd, we gaan die gasten daar die zo hard werken voor die kids wel helpen om die methodiek te blijven uitvoeren. Dus is dat eigenlijk een lokale Ghanese stichting geworden. Jets Ghana, die onze methodiek uitvoert met een eigen bestuur, Ghanese mensen, om het zo lokaal mogelijk te houden. Ja, maar inmiddels wel Jets Goes International, hè? Dat mag je wel zeggen. Die mogen we zeggen, ja. Waar sta je over 5 jaar met je organisatie? Ik denk... Want jullie zitten nu in Schiedam, Vlaardingen, Delfshaven, ja. Groningen, Ghana. Ja. Ik wil vooral heel sterk blijven in deze regio. Ik geloof veel meer in lokaal heel veel impact maken. Dan zeggen we bereiken 10.000 jongeren. Maar wat heb je daadwerkelijk voor ze echt betekend? Weet je wel, dus bereik is voor mij niet heel belangrijk. Impact. Ik wil in de regio heel veel impact maken. Heel veel onderzoek naar doen. Kijken hoe we dat op de juiste manier doen. En dan andere steden helpen om onze methodiek te implementeren. Maar dat moeten vooral die lokale helden zelf doen. Dat hoeven wij zelf niet te doen. Hey, het boek is uit. Ja. Sinds deze week. Zeker. Te koop waar? Online, in boekwinkels? Zeker. Hij is te koop bij managementboek.nl. Maar je kan ook naar jetsmove.nl/boek. Daar staat ook een link. En daar staat tevens een link voor de webinar, de leiderschapswebinar die wij 20 september organiseren. Ja, maar daar wil ik het ook even over. Ja. Dat ga je nu organiseren om dit verhaal nog meer bij managers en leidinggevenden uit te dragen. Zeker. Vooral de kracht van kwetsbaarheid. Want er is zoveel behoefte aan kwetsbaarheid, zowel bij de jongeren als in organisaties, om uiteindelijk tot geluk en plezier te komen en mensen tot ontwikkeling te laten komen. Dus wij vinden vooral het belang dat dat thema ook wordt gekoppeld aan leiderschap, zowel op maatschappelijk vlak als op leidinggevend niveau. En vandaar dat we een webinar organiseren, doen bij de RET, Garage Kleiweg. De CEO van de RET, Maurice Unk, komt daar aan tafel. En waar we heel trots op zijn, burgemeester Abu Taleb, komt er ook bij zitten om dit thema even weer in een spotlight te zetten. En als ik als leidinggevende denkt, dat is interessant, dan wil ik me ook voor inschrijven. Kan dat? Zeker. jetsmove.nl/boek. Daar staat de link voor de webinar. Oké. Peter, dank voor je verhaal. Veel succes en met het alle goede werk wat jullie doen. En ik ga het boek nog verder lezen, want ik denk dat ik nog wel wat wijze lessen uit kan halen. Top, dankjewel. Hartelijk dank.